Glenn, allereerst gefeliciteerd met het behalen van je diploma. Gisteren een mooi bericht. Ja, zeker een mooi bericht. Ik heb x aantal jaar nou aan de Johan Cruijff Universiteit gestudeerd. En gisteren kwam het moment dat ik dan mijn bachelor behaalde. Dus ik heb er totaal 5 jaar aan gestudeerd. Dus ik ben blij dat ik hem binnen heb. Eerst in de geschiedenis van de Johan Cruijff University iemand afstuderen met een 10. Hoe heb je dat geflikt? Gewoon hard werken en aanwezig zijn en iets creatiefs eigenlijk bedenken. Ik moet wel zeggen, wel een kleine nuancering. Ik had voor mijn scriptie een 7 en voor mijn portfolio een 10. Dat is gemiddeld een 8,5. Maar een 10 was inderdaad voor mijn portfolio nog nooit behaald binnen de Johan Cruijff University. Dus het was wel een uniek moment, maar ik was er heel blij mee, zeker. Nou, nu mijn studie afgerond, dus ik heb gewoon alle focus nu op het hockey en ik heb heel veel zin om het EK te spelen. En na de spelen is mijn ambitie om mijn pre-master te gaan doen en uiteindelijk een master, dus dat zijn eigenlijk de plannen.